in deze stormoplossing. Attentie, Bravo Zaanstegwaag, begin de vlag, betekent dat alles en dan is. Welke vlag krijg ik nog? En dan gaat de hele vlag omhoog, dus dat betekent stapping. Kijken wat deze jongens gaan doen in deze mensen weer. Zes coureurs plaatsen zich. Gaan ze voorzichtig of gaan ze vooruit? Hallo? Ja. Maar allemaal voorzichtig. Alles door. De trein wordt gezonden door de 124 van Michael Menes. Eén probleem voor de 124. Mark was in de probleem en uit de strijd. Eén over de pak. We gaan we doen. Doorrijden hoe ik van de wedstrijd er kan gereden worden blijven. En aan de leiding de 228 zien we met het rentje daar naar de auto. De 228 aan de leiding. Van Tom Flames en de transport. En daar de eerste. Ja, ja, keurig gedaan. Daar zit op te wachten. En de meerdere daar aan het hek. Voor de duikeling in de Vlaanderen. Geen probleem. Voor de water. Rustig rijden. Parkvader voor de 500 van Basprong. De 500. Wel lekker dicht bij elkaar. De 158 van de West. En Jong. En Remco Anders. De 195. In de tijd van de 195. Ruim aan de leiding, kan het rustig, maar ik wagen dus. Voorstrijd de auto nog. Van de 500 van Basprong en de 118 van de Ruiten. Van de 90 op de steden probeert de plaatsje naar voren te komen. Volgers in het geval. 190 van Kevin de Leijn heeft weer een plaatsje. Dan gaan we naar de laatste ronde. Dan krijgt iedereen het bot voor de laatste ronde, dan is het leider. Mijn trein net voor. Dan lijkt het dat het laatste ronde voor ons zou zijn. De 228 winnaar. Dat was Bram op die tweede plaats.